Goedemiddag, welkom bij het webinar over de jurisprudentie van de afgelopen maanden. Mijn naam is Bart Boersma en ik ben eigenaar van en jurist bij Customers Knowledge. En op de achtergrond is ook Samantha Speelman betrokken. U ziet haar niet, mij nu ook niet, maar zij modereert ook zo nodig de vragen. Eerst een technische opmerking. Heeft u geen volledig beeld? Klik dan even op Zoom en vervolgens op Scale to Fit. Of klik rechtsboven in de control panel op het blauwe rondje View in Full Screen mode. Tijdens het webinar behandel ik een aantal uitspraken van de laatste maanden. En heeft u in de tussentijd al wat vragen, dan kunt u die natuurlijk stellen. En daarvoor kunt u dan het blok Questions gebruiken. Ik weet niet of ik alle vragen kan gaan behandelen, dat moeten we even zien. Maar ik probeer dat in ieder geval wel. En lukt dat niet, dan kom ik later per e-mail in ieder geval nog terug op de vraag. Het webinar wordt ook opgenomen, zodat als u dat later nog eens een keer terug wilt zien, dat kan. U ontvangt van ons nog een e-mail met de Q&A-lijst, dus vragen die nog niet beantwoord zijn. En daarbij ook een link naar het opgenomen webinar. En dat webinar kunnen we dan zien op YouTube, uiteraard. Mooi, wat ga ik met u behandelen? Ik ga een aantal uitspraken van de rechtbank Rotterdam behandelen. En dan denk ik, goh, de rechtbank Rotterdam, is nu alles van de rechtbank Haarlem naar Rotterdam gegaan? Nee, dat is niet het geval, maar de afgelopen maanden zijn toch een aantal interessante, leuke uitspraken gedaan die ik u niet wil onthouden. En daarnaast, een beetje als vervolg van een van die uitspraken, ook een uitspraak van het CBB, het College van Beroep voor Bedrijfsleven. Ik ga met u in op de soap rondom XBV, oftewel de zaak die al heel veel jaren dient en waarbij de vraag is of er sprake is van een verzuim zonder werkelijke gevolgen. Ik kijk naar de klassificatie van multifunctionele apparaten. Dat is ook onderhand een hele lange story aan het worden. Naar oorsprong en vertrouwensbeginsel. Een beetje vage titel: 1 UTB is meerdere UTB's. Dat gaat enerzijds over een aquarium, maar ook over de toepassing van het arrest KGH Customs. En tenslotte eindig ik met een redelijk recente uitspraak over de vraag of de douane zomaar een andere waardemethode kan toepassen. Oftewel de toepassing van artikel 181 bis. Voordat we verder gaan, wil ik eigenlijk ook wel eens graag weten wat uw betrokkenheid is bij jurisprudentie. De vraag in hoeverre u zich laat leiden door jurisprudentie. Dus vandaar dat we een hele kleine poll hebben. En mijn vraag is dan, hoe vaak leest u jurisprudentie? Eigenlijk nooit, niet. Eén keer per jaar misschien eens een keer. Dat zal dan misschien wel bij het douanecongres kunnen gebeuren of zo. Maandelijks. Wekelijks of dagelijks. Nou, we hebben daar een kleine poll voor gedaan. U ziet hem, als het goed is, nu op het scherm. En dan kunt u hem even invullen. En dan ben ik wel benieuwd hoe dat zit. Nou, dat is niet een hele moeilijke vraag, denk ik. Dus, nog niet iedereen heeft gestemd. Wel al een deel. Ik zou zeggen, klik nog eventjes. Het is anoniem, niet unaniem, dat zie ik in ieder geval wel al. Nou, heel goed. Dan is het interessant om te zien dat 44% wekelijks tot dagelijks de jurisprudentie bijhoudt. Nou, dat is toch heel aardig. 31% maandelijks, oftewel 75% doet dat in ieder geval dan toch aardig vaak. 13% één keer per jaar en 13% niet, dus dat is heel wat. Laten wij dan snel naar de inhoud verder gaan. Een aantal verschillende uitspraken. En die uitspraken die komen, ik zei het al, over diverse onderwerpen van de rechtbank Rotterdam. Ja, is dat dan logisch? Nee, dat is niet heel erg logisch, maar het is wel het geval. De afgelopen 3 maanden, want daar hebben we op gericht, de maanden oktober, november en tot en met nu december, heeft de rechtbank Rotterdam een aantal uitspraken gedaan. Eentje over arbitrage, over merkinbreuk en veterinair. En u ziet het al, dat zijn nou niet de meest hardcore douaneonderwerpen. Laten we meteen beginnen met een veenetsarbitrage. En even voor de goede orde, ik noem hier bedrijfsnamen
En die staan ook heel duidelijk als zodanig in die uitspraak. Anders dan zou ik dat natuurlijk niet zomaar doen. Het betreft een casus waarbij enerzijds UPS is betrokken, en dat is dan de expediteur, logistiek dienstverlener, die in deze als douane-expediteur heeft opgetreden. En aan de andere kant van het speelveld was dan Blomson International, een importeur van fietsen. En UPS heeft aangifte gedaan voor die fietsen van Blomson. Dat betreft fietsen, en waarschijnlijk denkt u dan, fietsen, antidumpingheffing, dat klopt. Dat was ook eigenlijk het belangrijkste onderwerp van de arbitrage, zo bleek wel. De vraag was of die antidumpingheffing wel of niet verschuldigd was. Nou, dat beantwoordt de douane natuurlijk wel. Maar daarbij was dan vooral de vraag wie moest betalen. En in het bijzonder is dan interessant dat die antidumpingheffing niet verschuldigd is op het moment dat Blomson gebruik had gemaakt van een vergunning bijzondere bestemmingen. En het feit dat ik zei dat ze had moeten kunnen gebruikmaken, dat geeft natuurlijk wel aan waar het fout is gegaan. Maar bij een controle van de douane bleek dat er geen vergunning aanwezig was. De vraag in deze is dan, is het Blomson die over deze centjes, of die deze antidumpingheffing moet gaan betalen, of is het UPS die dit moet gaan betalen? Overigens kort even over die antidumpingheffing en bijzondere bestemmingen. Misschien denkt u, goh, gaat dat samen? Nou, dat gaat bijna nooit samen, maar in dit geval wel. Want er is geen antidumpingheffing verschuldigd als het aantal per maand onder een bepaalde grens zit. Maar dan moet dat wel aangetoond worden en voor dat aantonen, daarvoor is dan een bijzondere bestemmingen en een D5-formulier benodigd. Ook onderwerp van die arbitrage was of de fairnesscondities van toepassing waren. Ik zei net al, het is een arbitrage. Dat betekent dus dat niet de rechter hier uitspraak doet, maar de Fenex-arbiters. Maar voordat wij verder gaan, wil ik u even als Fenex-arbiter op laten treden. En wil ik u vragen, goh, wat denkt u nou in dit geval? Wie in deze is aansprakelijk verantwoordelijk voor de betaling van die antidumpingheffing? Is dat de opdrachtgever, Blomson? Die is immers altijd aansprakelijk. Is dat de opdrachtgever? Hij is misschien niet altijd aansprakelijk, maar in dit geval in ieder geval wel. Of is dat de expediteur? En ook hierbij heb ik weer een poll. Ik zal hem even op het scherm toveren. Nou, dat lukt ook nog. Dus dan is de vraag, wie is aansprakelijk? Is dat Blomson als importeur? Of is dat UPS als expediteur? Nou, ik denk dat iedereen wel inmiddels heeft aangekruist wat hij vond. Maar toch niet, er komen er nog een paar. Nog even zware denkers. Nou, ik weet zeker dat er nog een aantal personen niet geklikt hebben, dus willen die dat dan ook nog even doen? Antwoord D staat er niet bij, misschien dat u dat wilde, maar dan weet ik niet welk antwoord u had willen kiezen. Nou, dan sluiten we bij deze. En ik kan u vertellen dat slechts 13% het antwoord heeft gegeven dat in ieder geval de arbiters hebben gegeven. Want de arbiters die waren van mening dat in dit geval de expediteur aansprakelijk was. Als het goed is, heeft het nu op het scherm. 13% van jullie zegt dat de expediteur aansprakelijk is. 88% is van mening dat de opdrachtgever aansprakelijk is. Maar de expediteurs die kwamen in ieder geval toch tot een andere conclusie. De arbiters die kwamen tot een andere conclusie. De achtergrond hiervan is overigens waarschijnlijk omdat die vergunning bijzondere bestemmingen een andere code met zich bracht en ook wel enkele verplichtingen met zich bracht, waarbij dan de vraag is in hoeverre die expediteur wel of niet daarin een bepaalde zorgplicht had. Terug nu even naar de uitspraak.
De uitspraak die is in twee delen gedaan. Eén gedeelte was op 24 maart 2014 en één uitspraak is gedaan op 14 juli. En daarbij is UBS, ik zei het al, in het ongelijk gesteld. Arbiters die waren van mening dat de Phoenix-condities tijdig en op goede gronden waren vernietigd. En dat UBS in dit geval, in dit specifieke geval, verantwoordelijk was voor de goederenkoop. Misschien zal u dat verbazen, misschien ook niet. 13% zei net dat de exploiteur aansprakelijk was. Dit is ook wat de arbiters dus zeggen. Ik ga daar zelf niet verder op de inhoud in, want ik was een van die arbiters, dus ik kan daar niet meer informatie over strekken dan dat in de uitspraak was. Normaalwijze kun je daar überhaupt geen informatie over strekken, maar feit is dus dat de rechtbank Rotterdam een paar weken geleden hierover een uitspraak heeft gedaan. Want wat zei UPS? UPS zei, die arbiters die hebben niet hun werk goed gedaan. Zij hebben de vonnissen onvoldoende gemotiveerd. En er zijn nogal wat gebreken aan de totstandkoming. De rechtbank die mag zich daar dan over buigen, echter. Die mag zich daar slechts marginaal over buigen. De rechtbank oordeelt dat ook en zegt in zijn uitspraak van 21 oktober dat hij geen ruimte heeft voor nieuwe beoordeling van de inhoudelijke standpunten. Maar dat hij dus gaat vaststellen of er motiverings- of totstandkomingsgebreken kleven. En dan vindt de rechtbank dat de arbiters wel ingegaan zijn op de essentiële stellingen wat betreft de Phoenix-conditie. Ja, en dat ze dat voldoende gemotiveerd hebben verworpen. Wat betreft de verantwoordelijkheid van de expediteur, die is ook voldoende gemotiveerd, zodat dus uiteindelijk de vorderingen van UPS worden afgewezen. Wellicht toch twee lessen dan in deze die getrokken kunnen worden. Ja, als je naar arbitrage grijpt, dan is het wel handig om van tevoren niet al te veel discussie te hoeven verwachten over de toepasselijkheid van Phoenix-condities. En anderzijds, weet wel, laat je arbiters beslissen. Dan kun je dus bij de rechtbank niet nog een keer uitgebreid inhoudelijk op deze zaak ingaan. Een andere uitspraak over een heel ander onderwerp van de rechtbank Rotterdam. Die gaat tussen enerzijds RECOM, ik heb hem even groen gemaakt, RECOM Renewable Sources of Energy versus Newcoop Logistics als logistiek dienstverlener, APL als zeevervoerder, Kingston of Kingstone als producent van andere zonnepanelen en TSS, een Taiwanese onderneming die de productie en verkoop van zonnepanelen onder meer uitvoert. De titel die zegt het al, het betreft hier merkinbreuk, althans dat vindt RECOM, want die is van mening dat er sprake is van merkinbreuk, omdat die goederen niet gemaakt, niet geproduceerd hadden mogen worden en dus ook nergens op de markt kunnen en mogen worden gebracht. Feit is, dat blijkt uit de uitspraak, dat de productie aanvankelijk wel in de opdracht van RECOM heeft plaatsgevonden, maar dat dus later die toestemming blijkbaar is teruggetrokken. Wat eist RECOM? RECOM die eist een verklaring van recht dat hier sprake is van inbreuk. Die stelt dat er een verbod van invoer en een verbod van productie en allerlei dingen moeten komen dat niets meer mag. En die wil natuurlijk een vergoeding. De andere partijen, ja, die willen eigenlijk het tegenovergestelde. En waarom zeg ik elke keer andere partijen in één adem? Dat is omdat deze vier partijen eigenlijk allemaal verschillende functies hebben, maar wel te maken hebben met dezelfde containers. Enerzijds als expediteur, anderzijds als vervoerder, producent of handelsonderneming. Die eisen dus de vrijgave van de partijen en natuurlijk de vergoeding van de kosten. De vraag die in deze vooral voor ligt of voor lag en waar de uitspraak van 25 november over gaat, die is eigenlijk of niet communautaire goederen wel of niet beschermd worden door de verordening over merkinbreuk. Het probleem is nou wel dat de advocaat van RECOM is overigens een Grieks bedrijf, zich heeft teruggetrokken, zodat op een aantal punten geen verweer is gevoerd. Maar in ieder geval stelt de rechtbank vast, betreft de niet-communitaire goederen, waar die goederen bestemd voor doorvoer naar de Marshall-eilanden. En zoals u weet, dat ligt niet in de Europese Unie. Er was geen sprake van goederen die in het vrij verkeer worden gebracht. Dus, en ik zal er geen poll over houden,
concludeert de Rijksbank dat er geen sprake is van merkinbreuk. Goederen die namelijk niet bestemd zijn voor de Europese markt, die niet in het vrij verkeer worden gebracht, waarvan ook echt niet te verwachten is dat die op de Europese markt terechtkomen, die vallen niet onder de toepasselijkheid van die verordening. Overigens is er een nieuwe verordening in de maak, die vooral over trademarks gaat, waarbij niet meer relevant is of ze worden doorgevoerd of ingevoerd. En die verordening zal, als ik het goed heb, waarschijnlijk 1 april, 1 mei van toepassing komen. In ieder geval, de vorderingen van Recon worden afgewezen en de vorderingen van de andere partijen worden toegewezen, oftewel de goederen worden vrijgegeven en een aardige som met geld aan kosten die wordt betaald. Althans, dan moet je dan maar hopen als Recon daar inderdaad gevolg aan heeft. Dan het laatste onderwerp van de rechtbank Rotterdam. En die casus gaat over vlees. Vlees die eerst vanuit Nederland naar Egypte is gestuurd. In Egypte worden de goederen dan door omstandigheden niet betaald. Dat komt voor een deel vanwege de politieke en monetaire omstandigheden. Er is geen geld. De goederen blijven keurig in de container, blijven op de containerterminal staan in Egypte en komen later terug naar Nederland. En de NVWA die stelt dan, goh, er is sprake van wederinvoer. Dat mag niet anders dan dat er een verklaring bij zit dat de goederen op geen enkele wijze zijn bewerkt of gemanipuleerd. Er moet dus een non-manipulation certificate bij komen. Die is er niet, want anders was er geen probleem. Althans, dat vindt de NVWA dat die er niet bij is. En omdat er sprake is van wederinvoer, zoals bedoeld, in de richtlijn, komen de goederen er niet in. Dat is de casus. Ik zei in de introductie al, ik haal er ook een uitspraak van het College van Beroep voor Bedrijfsleven bij. En dit is dan ook een toneelstuk in twee delen. Het eerste deel van het toneelstuk, dat is de uitspraak van de Rijksbank Rotterdam. Uitspraak van 14 september, waarbij om een voorlopige voorziening is gevraagd. Ik ken die zaak bijzonder goed. Ik heb hem namelijk zelf aangevraagd, de voorlopige voorziening. En de Rijksbank was gelukkig met ons eens dat er sprake is van onverwijlde spoed. Dat moet ook wel, want als je na een paar jaar misschien een uitspraak krijgt, nou, erg negatief, een paar maanden, dan loopt het vlees misschien daar zelf al uit. Daarnaast concludeerde de NVWA dat er dus, of daarnaast concludeerde de Rijksbank dat er geen sprake was van wederinvoer zoals bedoeld in artikel 15 van die richtlijn. Waarom niet? Wederinvoer is, zo concludeert de Rijksbank, een situatie waarbij de autoriteiten weigeren dat die zending Egypte binnen mocht komen. En daar is hier geen sprake van. Het is slechts de ontvanger die de goederen niet heeft afgenomen en dat is geen sprake, geen situatie zoals bedoeld in artikel 15, zodat de goederen ook niet hier worden weer ingevoerd, zoals bedoeld in artikel 15. De voorzieningenrechter is er dan eigenlijk toch wel snel mee klaar. Die zegt, de ware wetgeving waar dit besluit op is gebaseerd, en dat is ook de reden waarom je bij de Rijksbank Rotterdam uitkomt, die bevat geen enkele mogelijkheid om de toepasselijkheid daarvan uit te breiden. Er is dus geen wettelijke grondslag om de goederen te weigeren en de voorlopige voorziening wordt toegewezen. Nou, dat was heel positief. Echter, de VWA, de NVWA legt die uitspraak, ja, zo ongeveer naast zich neer. Komt in ieder geval heel kort daarna met een ander besluit, een nieuw besluit en zegt dan, nou, ik ga niet de goederen weigeren op grond van de Warenwet, maar de gezondheids- en welzijnswet voor dieren. En omdat er dan een specifieke regeling is die naar aanleiding van een uitspraak van het CBB is gekomen, waarin staat dat weigering door zo'n belanghebbende in een derde land ook wordt gezien als een situatie die bedoeld is als in artikel 15 van de richtlijn, kan ik nu wel weigeren. Dus ja, er is gelijk gegeven of gelijk gekregen, maar dat heeft weinig zin gehad, want er komt nu een nieuw besluit. Dat heeft tot gevolg gehad dat er opnieuw een uitspraak wordt gevraagd, maar nu van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. En die heeft die uitspraak ook vrij kort geleden gedaan, 17 november 2015. Die komt tot de conclusie dat er sprake is van onverwijlde spoed. Nou, dat was ook een beetje vreemd geweest als de rechtbank dat wel concludeerde en het college niet. En die zegt dat er geen sprake is van de toepassing van de ware wetgeving, maar wel
toepassing wordt gegeven aan de gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Ja, daar zit dan de angel in, want zo zegt het CBW in artikel 3.2 van de regeling veterinair rechtelijke voorschriften, die gebaseerd is op die gezondheids- en welzijnswet voor dieren, daar wordt het fenomeen wederinvoer, zoals we doen in artikel 15, uitgebreid. En die nationale uitbreiding, die is ook in dit geval toepasselijk. De voorzieningenrechter acht het niet mogelijk dat zij daar heel uitgebreid nog onderzoek gaat doen. Ja, het is ook maar een voorlopige voorziening. En uiteindelijk komt dus de voorzieningenrechter tot de conclusie dat er wel sprake was van wederinvoer, en dat de voorlopige voorziening niet kan worden toegewezen. Of al anders gezegd, hij wordt afgewezen. Nou, dat is een treurig einde wat betreft die procedure. Daar waar de rechtbank Rotterdam dus eerst de voorziening had toegewezen, wijst het college die af. De zaak is echter nog niet aan einde. Waarschijnlijk zal nog wel doorgeprocedeerd worden. Dat eventjes de uitspraken, de drie uitspraken van de rechtbank Rotterdam en het CDB. Dan toch maar even naar een hardcore douaneonderwerp, namelijk het verzuim zonder werkelijke gevolgen. En ik ga even heel kort met u terug, zo zou ik het willen zeggen, terug naar artikel 203 en 204. Waarbij het belangrijk is om even het onderscheid te weten, want als er sprake is van artikel 203, dan is dat een douaneschuld als gevolg van een onttrekking aan het douanetoezicht. En bij 204 is dan een douaneschuld omdat er niet wordt voldaan aan bijzondere verplichtingen. Waarom is dat onderscheid zo van belang? Een 203-schuld is niet reparabel. Een onttrekking aan het douanetoezicht waarbij een douaneschuld ontstaat, ja, die moet maar worden betaald. Terwijl als er sprake is van een situatie van 204, dan kan er eventueel worden gerepareerd op grond van artikel 8.59 toepassingsverordening. Dan naar de casus, en dat is a long story. Goederen waren onder douanevervoer vervoerd. Het betrof een dieselmotor, die was 17 dagen te laat bij het kantoor van bestemming aangebracht. Maar alles bleef wel onder douanetoezicht, want de opvolgende regeling was actieve verveling. Misschien is dat wel een beetje een Freudiaanse verspreking. Alles bleef onder douanetoezicht, want dat is nou net de vraag of dat douanetoezicht tussendoor niet is beëindigd. Verloop van het proces, nou, dat heb ik hieronder opgenomen. Erg uitgebreid. Eerst bezwaar bij de douane natuurlijk, dat was in december 2006. Beroep bij de rechtbank, hoger beroep, cassatie. Dan stelt de Hoge Raad prejudiciële vragen bij het Hof van Justitie, bekend onder de naam XWV. Dan komt daarna weer het arrest van de Hoge Raad. En uiteindelijk heeft die, de Hoge Raad, gesteld dat er moet worden terugverwezen naar het gerechtshof. En het gerechtshof heeft dan nu eindelijk op 22 september 2015 een uitspraak gedaan. Voor zover je geïnformeerd bent, is dit nu ook de einduitspraak, is er geen cassatie meer ingediend, want het had gekund. Kort even naar de uitspraak of het arrest van het Hof van Justitie, alweer een tijd geleden, 15 mei. Daar lag dus de vraag voor of het te laat aanbrengen van die goederen, het overschrijden van die vervoerstermijn, een onttrekking is, zoals bedoeld in artikel 203, of als dat niet het geval is en er een schuld op grond van 204 ontstaat, dan artikel 859 gronden kan opleveren om het te repareren. En wat zei het Hof van Justitie? Nou, een termijnoverschrijding, dat is niet op zichzelf en vanzelf een situatie zoals we doen in 203. En als er sprake is van een 204 situatie, en daar lijkt het dan op, ja, dan zou je eventueel inderdaad 859 kunnen toepassen. Dat is wat het Hof van Justitie zei. Daarna ging het weer terug naar de Hoge Raad. En de Hoge Raad zei, nee, inderdaad, geen sprake van douaneschuld zoals we doen in 203. En wel sprake van een douaneschuld zoals we doen in 204. Dus wij kunnen ons buigen over de vraag of het gerepareerd kan worden door toepassing van 859 toepassingsverordening. En dan gaat het een beetje fout, zo zou je het kunnen zeggen. De Hoge Raad zegt, je moet gebruik maken van de omstandigheden zoals die mij zijn aangereikt, onder meer door het Hof. En die omstandigheden die zijn niet uitgebreid genoeg, die gegevens zijn niet voldoende om een uitspraak te kunnen doen of er sprake is van een verzuim zonder werkelijke gevolgen. Dus uiteindelijk
komt de Hoge Raad tot de conclusie dat de zaak opnieuw moet worden opgepakt door het Hof. Dat heeft het Hof ook gedaan. Die heeft namelijk 22 september uitspraak gedaan. Een stukje later overigens gepubliceerd. En bij het Hof was dus in geschil of het overschrijden van een vervoerstermijn met 17 dagen een verzuim zonder werkelijke gevolgen is. Dan moet het Hof aardig wat criteria nagaan. Want een verzuim zonder werkelijke gevolgen, dat kan alleen maar als er geen sprake is van onttrekking aan het douanetoezicht, geen duidelijke nalatigheid van belanghebbenden en alle formaliteiten alsnog zijn vervuld. Drie basisvoorwaarden. En voor douanevervoer gelden dan drie aanvullende voorwaarden. Zijn de goederen ongeschonden bij het kantoor van bestemming aangebracht? Heeft het kantoor van bestemming kunnen toezien op het verkrijgen van een nieuwe douanebestemming? En zijn die goederen alsnog in een redelijke termijn aangebracht bij het kantoor van bestemming? De Hoge Raad, ik zei het al, die kon geen oordeel over die voorwaarden, die criteria geven. Dan ging het vooral over voorwaarden 2 en 6. En ja, dat was dus de vraag die uiteindelijk dan bij het Hof voorlag. In ieder geval geldt, zo blijkt wel, op basis van artikel 860, dat belanghebbende degene is die bewijs moet leveren dat er zulke omstandigheden waren. Eind goed, al goed, maar niet in deze zaak. Want het Hof die is tot de conclusie gekomen dat belanghebbende niet heeft aangetoond dat aan de voorwaarden is voldaan. Dus er is een douaneschuld ontstaan op grond van artikel 204. Het was en is niet reparabel. Nou, dat is een beetje een trieste conclusie na zoveel jaren procederen. De belanghebbende is er niet heel veel mee verder gekomen. De vraag overigens is ook een beetje of wij er heel veel mee verder komen. Want deze jurisprudentie over 203 of 204 en de vraag of er sprake is van een verzuim zonder werkelijke gevolgen, die is niet één op één houdbaar. Tenminste houdbaar tot 1 mei 2016 heb ik hier aangegeven. Die datum die is natuurlijk niet zomaar gekozen. Dat is de datum dat de nieuwe wetgever van toepassing is. Het douanewetboek van de Unie, de gedelegeerde verordening en de uitvoeringsverordening. Eergisteren hebben we een uitgebreide expertsessie aangeweid. En als we daar dan naar kijken, dan hebben we een nieuw artikel waarin is vastgelegd wanneer een douaneschuld ontstaat. En ja, u ziet er dan een prullenbakje bij komen. Dat is misschien niet heel netjes, maar het lijkt er toch op. Ik had ook zo'n afvoerputje kunnen gebruiken. Maar het lijkt er toch op dat artikel 79 een beetje een afvoerputje is geworden. Een prullenbak waar maar alles in gegooid is. Want wat zo raar is, dat is dat hier nu echt alles door elkaar heen staat. En wat mij betreft redactioneel deze bepalingen überhaupt niet gelden. Ik blijf maar doorpraten. U heeft waarschijnlijk de tijd genomen om dat te lezen, maar anders zal ik het toch ook even nog voorlezen. Ten aanzien van aan invoerrechten onderworpen goederen ontstaat een douaneschuld bij invoer door niet naleving van één van de bij de douanewetgeving vastgestelde verplichtingen betreffende het binnenbrengen van niet-Uniegoederen in de douane-Unie, de onttrekking van dergelijke goederen, of het verkeer, de veredeling, de opslag, de tijdelijke opslag, de tijdelijke invoer of de verwijdering van dergelijke goederen binnen dat douanegebied. Ja, dan is het toch een beetje raar dat je dan dus te maken hebt met de niet-naleving van de onttrekking of de niet-naleving van het verkeer. Of de verplichtingen betreffende onttrekking. Nou, ik denk dat deze bepaling al zodanig nog wel gerectificeerd moet gaan worden. Zoals die er nu staat, klopt die in ieder geval niet. Nou, dat artikel 79 dat heeft dus betrekking op een groot aantal verschillende situaties. Situaties voor het binnenbrengen van niet-uniegoederenverkeer, veredeling, opslag, dus ook onttrekking. Maar ook zelfs op de niet-naleving van vastgestelde verplichtingen betreffende bijzondere bestemmingen. Als goederen onder de douaneregeling zijn geplaatst of een vrijstelling of gevlaagd invoerrecht is toegepast. In ieder geval, het is behoorlijk een vergaarbak geworden. Ik behandel dat omdat er dus nu geen onderscheid meer wordt gemaakt. Of ja, ik zeg nu, maar ik bedoel meer in de nieuwe situatie van het douanewetboek van de Unie.
dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen artikel 203 en 204. En dat artikel 859 ook nog maar zijdelings relevant is. Dat eventjes over XBV, het verzuim zonder werkelijke gevolgen, en de vraag of 203 en 204 zoveel van elkaar verschillen. Het antwoord is ja, maar niet meer dadelijk in de situatie van het DWU. Dan de klassificatie. Ook een lang verhaal, en het gaat dan over de multifunctionele apparaten die diverse van deze functies hebben. Kopiëren, printen, scannen, faxen, die vaak werden ingedeeld vanwege waarschijnlijk toch wel de hoogte van het tarief, namelijk 0, 184, 71, 60, 90. Nou, het Hof van Justitie heeft daar meerdere uitspraken over gedaan, alweer een tijd geleden. En uiteindelijk is nu weer een nieuwe uitspraak gedaan. En ja, misschien is die ook eigenlijk niet zo heel erg nieuw, waarbij is vastgesteld dat de hoofdfunctie niet is aan te wijzen. Dat moet worden gekeken naar gebruikswensen. Zo staat het in het arrest. Ik denk zelfs dat het gebruikerswensen zijn, maar dat is niet zo heel relevant. Maar die gebruikswensen, ja, die worden eigenlijk op alle manieren op gelijke hoogte vervuld. Zodat, zo concludeert dan de rechter, uiteindelijk maar de laatst genoemde, de laatst geplaatste post moet worden toegepast. Oftewel 85, 17, 21. Het is wel weer een tijdje geleden dat ik les heb gekregen in klassificatie en dat de indelingsregels mij werden toegelicht bij de douane. Maar daar was toch het credo, nou, indelingsregel 3c, die pas je eigenlijk haast nooit toe. Er is altijd wel iets van een wezenlijk karakter te vinden. Maar die tijd is wel al enige tijd voorbij en nu al helemaal voorbij. Indelingsregel 3c wordt hier toegepast. En we kijken dus niet naar de hoofdfunctie, want die is eenvoudigweg niet aan te wijzen. De laatste geplaatste post wordt gekozen. Dan nog een ander elektronisch device, een zaak die we ook hebben gevoerd zelf. En ik zeg ook, niet alsof die printers dat waren, maar andere zaken wel. Deze zaak gaat over camcorders. Ongeveer zo'n product wat hier is afgebeeld. En ja, dat zijn camcorders die zowel foto's prima kunnen maken als ook video's kunnen maken. Niet zo heel prima, maar het is mogelijk. De kwaliteit is wat minder. Je kunt niet een uur van die filmpjes maken, maar toch. Aanvankelijk was de rechtbank van mening dat een deel van die camera's moest worden ingedeeld als fotocamera en een deel als videocamera. En ja, het onderscheid, dat kunt u wel zien in het gebruikstarief. Overigens, het gebruikstarief als zodanig is volgens mij nu niet meer beschikbaar. In ieder geval niet het tabblad invoer. Maar dit nog wel. En er werd dus onderscheid gemaakt in camera's waarbij de fotofunctie de hoofdfunctie had enerzijds. En camera's waarbij de videobeelden een belangrijkere functie hadden. Wij kregen deels gelijk, althans onze cliënt. En de douane kreeg deels gelijk. Nou, de douane die was daar in ieder geval niet tevreden genoeg over, want die diende hoger beroep in. Ja, dan heeft belanghebbende daar ook maar incidenteel hoger beroep in gediend. Dat heeft beide partijen niet heel veel verder gebracht, want het gerechtshof die heeft zich eigenlijk op gelijke wijze uitgelaten over deze zaak. Er moet worden gekeken naar de hoofdfunctie op basis van aantekening 3. Op de afdeling 16. En dat betekent dan ja, dat een deel werd ingedeeld als foto en een deel als filmcamera. Nog wel interessant is de discussie of dan moet worden ingedeeld als videocamera toestellen die enkel zijn voorzien van een opnamemogelijkheid van het door de camera geregistreerde beeld of anders. En daarbij oordeelde het gerechtshof, net als de rechtbank, dat het feit dat die camera's een USB-mogelijkheid hebben, een USB-aansluiting, dat dan niet zoveel betekent als dat ze een opnamemogelijkheid hebben. Ja, je kunt daarmee de camera's koppelen aan de computer, maar het feit dat je bestanden zou kunnen slepen van de computer naar de camera en ze dan daarop kunt bekijken, dat is zeker niet de doelstelling waarom deze USB
aansluiting is aangebracht. Er zijn meerdere uitspraken gedaan. En ja, je zou verwachten dan dat er een heldere lijn is in te vinden. Dat is niet het geval bij deze uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Tenminste, die wijkt wat af. Dat is een uitspraak die eigenlijk ook over deze digitale camcorders gaat. Een uitspraak van 26 november. De rechtbank die zei dat het opnemen van videobeelden een bijkomstige functie was. Terwijl dan de douanekamer van het Gerechtshof Amsterdam uiteindelijk tot een andere conclusie komt. En ja, concludeert tot het tegenovergestelde. Een aantal uitspraken die het lezen waard zijn. De hele tijd hebben we hierboven opgenomen de vindplaats, het ECLI-nummer. Dus op rechtspraak.nl zijn ze ook eenvoudig terug te vinden. Dan nog even het oorsprong- en vertrouwensbeginsel. We zijn al ver, dames en heren. Ik heb eergisteren over het douanewetboek van de Unie de hele dag gesproken. Toen had ik 284 sheets, maar dat hebben we nu aanzienlijk minder. Dus we zijn al over 2/3. Het oorsprong en de oorsprong en het vertrouwensbeginsel. Een onderwerp waar we wel vaker over procederen. Dit is overigens zeker geen zaak van ons. En om af te zien van navordering, om dus niet tot boeking achteraf over te hoeven te gaan, moet er worden voldaan aan 4 voorwaarden. 4 voorwaarden wanneer het vertrouwensbeginsel kan worden toegepast. 1. Er moet sprake zijn van een vergissing. Die vergissing kan redelijkwijs niet worden ontdekt. De belanghebbende heeft te goede trouw gehandeld en aan de overige geldende bepalingen is voldaan. Dit betreft een uitspraak van 7 juli. Dan denk ik, goh, dat is niet van de afgelopen 3 maanden. Nee, dat klopt. De uitspraak niet, maar de publicatie wel. En dat betrof tonijn in water in blik. Als u denkt rechts beneden, wat zie ik hier voor iets raars? Dat is tonijn in water in blik. Die goederen waren verzonden uit Colombia. De vorm A's die waren gebruikt bij invoer, die werden aan een controle onderworpen. En toen bleek dat ze ten onrechte waren afgegeven. Het waren geen valse certificaten, maar ze waren ten onrechte afgegeven. En het Hof Amsterdam die oordeelt daarover dat blijkt dat bij de afgever, bij de aanvraag beter gezegd, door die exporteur de juiste gegevens zijn verstrekt. Dat de verklaring over de oorsprong juist is en dat de exporteur affidavit zeker dus geen onjuiste feiten heeft vermeld. Ja, en omdat er dan geen sprake is van onjuiste weergave van de feiten, blijkt dan uiteindelijk dat er sprake is van een situatie zoals we doen in artikel 220 2b, oftewel het vertrouwensbeginsel, zodat de importeurs uiteindelijk worden beschermd tegen de onjuiste afgifte van deze certificaten door de Colombiaanse autoriteiten. Nou, een positieve uitspraak voor de belanghebbenden. En ach, voor de douane is het niet positief of negatief, omdat als de douane niet hoeft na te vorderen, dan is dat natuurlijk ook prima. En hoeft er overigens ook niet afgedragen te worden. Weer even een ander onderwerp. 1 UTB is meerdere UTB's. En als je dan het plaatje bekijkt, dan denk je, goh, wat heeft dat hiermee te maken? Ja, het inhoudelijke oordeel heeft hier ook niets mee te maken met 1 UTB of meerdere UTB's. U ziet hier een aquarium en het is nog een hele tour om een aquarium met verlichting in te delen. Een van onze cliënten die doet dat nogal heel veel beroepsmatig en die is door de douane gecontroleerd, waarbij onze cliënt en ook wij van mening zijn of waren dat de verlichting het belangrijkste punt is van dat aquarium, maar waarbij de douane het standpunt heeft ingenomen dat het glaswerk de belangrijkste functie had. Dan kun je zeggen, ja, zonder geen glas blijft er geen water in zitten en vloeit alles eruit, dus dan heb je niks. Dat klopt helemaal, maar zonder licht blijft er geen vis en geen plant in leven en is het best leuk als je er vis en plant in doet, maar die gaan dood. Dus de vraag is dan natuurlijk wat het grootste belang heeft. Wat betreft de inhoud, die is interessant, daar kijk ik niet verder naar. De douane heeft overigens gelijk gekregen en het is ingedeeld als glaswerk. De achtergrond daarvan is dat de Hoge Raad heeft gesteld
dat de verlichting niet als zodanig is gebruikt om iets te verlichten, ja, om een bepaalde omgeving te creëren die goed is voor de vissen en de planten. Dus de verlichting die was niet het belangrijkste. Maar we zouden het hebben over 1 UTB is meer UTB's. En daar was ook het tweede middel tegen gericht, omdat wij een arrest van het Hof van Justitie van een 3-tal jaar geleden in stelling hadden gebracht, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat als er een UTB wordt opgelegd, die later wat betreft bedrag niet juist is, dat dan die UTB moet worden vernietigd. Wat daar de Hoge Raad van zegt is, nou, dat zal best dat dat misschien zo moet worden uitgelegd, alleen u moet dan wel meenemen dat in de Algemene Douanewet is opgenomen dat het mogelijk is om op 1 aanslagbiljet verschillende mededelingen van bedragen en rechten te vermelden. En dat is in dit geval ook gedaan. U heeft meerdere aangiften gedaan. Er is 1 controle geweest waarbij 1 aanslag is opgelegd. Tot voor kort zou ik zeggen 1 UTB is opgelegd. Maar ik denk dat we dat toch anders maar moeten gaan noemen. Want, zegt de Hoge Raad, er is dus weliswaar 1 aanslagbiljet opgelegd. Maar dat ene aanslagbiljet dat behelst meerdere uitnodigingen tot betalingen, althans meerdere mededelingen. En het feit dat 1 van die 112 of enkele van die 112 uitnodigingen tot betaling worden vernietigd, wil nog niet zeggen dat datzelfde lot ook voor die andere geldt. Dus zowel wat betreft de indeling, de klassificatie, als ook dit formeel-rechtelijke punt, is dit helaas niet tot een goed einde gebracht. Dan een andere casus, ook de laatste casus voor vandaag. We willen overigens dit webinar 1 keer per kwartaal geven, 1 keer in de 3 maanden dus, zodat we aardig wat arresten, op korte termijn arresten en jurisprudentie kunnen behandelen. Dus over 3 maanden, de datum, die komt dadelijk geloof ik ook op het einde aan bod nog, dan willen we de jurisprudentie behandelen. Deze uitspraak is behoorlijk recent ook, van november, begin november, pas later gepubliceerd, en gaat over de vraag of artikel 181 bis toepassingsverordening zomaar kan worden toegepast. In artikel 181 bis is vastgelegd dat de douaneautoriteiten, als ze twijfels hebben, gegronde twijfels hebben, dat de waarde juist is, dat ze dan bij de aangever kunnen aangeven dat zij die twijfels hebben, dat de aangever dan aanvullende informatie kan overleggen, en als die twijfel bestaat, dan moet de douane eerst de aangever in kennis stellen van de redenen van die twijfel, en met een redelijke gelegenheid biedt om daar nog een keer op te antwoorden, en daarna mag dus de douane een andere waardemethode toepassen. Dat is artikel 181 bis toepassingsverordening. Bis, daar blijkt wel dat het is tussengevoegd. Krijgt dit artikel dan ook een gevolg in de nieuwe douanewetgeving, is de vraag. Nou, dat is inderdaad wel deels het geval. In artikel 140 van de uitvoeringsverordening van de DWU, daar komt die terug. Overigens, als u gaat kijken nu op dit moment naar de verschillende taalversies, dan moet u rekening houden dat de Nederlandse taalversie achterloopt en de Engelse taalversie meest actueel is. Er een aantal artikelen bij zijn gekomen en 1 of 2 eruit zijn gegaan. Dus dan komt er een ander artikel uit. Maar in ieder geval komt de geest van artikel 181 bis terug. En is dat echter wel van een 3-traps naar een 2-trapsraket verworden. Omdat het niet tot 3 keer toe een soort van voornemen gestuurd hoeft te gaan worden naar de belanghebbende. Dan is het misschien wel tijd om toch nog eens een keer een stukje interactiviteit in te bouwen. Ik zit even te kijken waar mijn vragen zijn. Hier zijn mijn vragen. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Vindt u dat de douane in alle gevallen wel artikel 181 bis kan gebruiken? Of vindt u dat niet? Ik geef u zodanig de vragen. Ik denk dat ik toch nog even 1 sheet even geef. Want het ging hier om de situatie
dat de douane na lange tijd en na het einde van de verificatie de douanewaarde pas wilde gaan corrigeren en dus na einde verificatie artikel 181 bis toepaste. Het zal duidelijk zijn, we zijn niet voor niets bij het gerechtshof uitgekomen, want de rechtbank heeft de belanghebbende in het ongelijk gesteld. En mijn vraag is nu aan u, kan de douane in dit geval na een verificatie artikel 181 bis gebruiken, A? Of kan ze het niet gebruiken, maar ja, zal het Hof zeggen, ja dat is leuk, maar die waarde die blijft toch te laag, want die is zo laag, dat kan haast niet. Of artikel 181 bis kan niet gebruikt worden. Nou ja, de aangegeven waarden die moeten dan maar gevolgd worden. Nou, wilt u even uw ideeën laten gaan en uw antwoord geven? Het is altijd leuk te zien dat er snelle oordelaars zijn en mensen die er langer over nodig hebben. Ik kan me voorstellen dat je hier nu even langer over nadenkt. Nou, nog eventjes. De vraag is dus, kan artikel 181 bis, waarbij de bewijslast wordt omgedraaid, waarbij de douane zegt, ik heb geronde twijfel, dan moet u maar gaan aantonen dat het goed is, wel of niet gebruiken, wel gebruikt worden. En ja, als die niet gebruikt kan worden, wat zou dan het gevolg ervan zijn? Goed, dan gaan we nu maar zo ongeveer besluiten. En dan ben ik even benieuwd wat de resultaten gaan worden. ...38% zegt, ja natuurlijk kan de douane artikel 181 bis gebruiken, die bewijslast kan worden gewijzigd en dan moet de aangever dat maar gaan bewijzen, dat het wel goed is. Ook 38% zegt, artikel 181 bis kun je niet gebruiken. Maar ja, die waarde blijft gewoon te laag. En 23% zegt artikel bis kun je niet gebruiken. En de waarde zoals die is opgegeven, die ga je maar gebruiken, de douane. Ofwel, dat is dus die hele lage waarde. Want één ding is wel duidelijk. Het gaat niet over, want het betreft hier textiel, daarom heb ik die foto opgenomen. Het betreft die truien van 100 euro of zo. Ik ben me ervan bewust dat u de casus niet helemaal kent, althans daar ga ik even vanuit. Maar ik ben toch ook wel blij dat niet iedereen van u in de rechterlijke macht zit. Want we voeren deze procedure zelf. En feit is dat 23% van de mensen dus in dit geval gelijk hebben. Want de douanekamer van het Hof Amsterdam die heeft gesteld, 3 november dus, dat de inspecteur niet het recht heeft om na het einde van de verificatie, maar in het kader van een CNI, een onderzoek op grond van artikel 78, dan nog artikel 181 bis toe te passen. Dat artikel kan alleen maar worden toegepast op het moment dat de aangifte nu wordt gedaan, nu onderwerp van verificatie is. Nou prima, dan ben je in overleg met de aangever. Dan kun je dan nog aanvullende informatie vragen, maar je kunt niet later de bewijslast omdraaien. Vragen staat vrij, maar de bewijslast omdraaien niet. Dus als we even teruggaan naar de poll en dan zien dat artikel 181 bis wel gebruikt kan worden, dat zegt dan 38%. Nou, die hebben dan helaas geen gelijk. De vraag blijft dan wel, zoals het heel vaak gaat helaas in het formele douanerecht natuurlijk. Het feit dat je iets niet kunt gebruiken, wil dat nog niet zeggen dat de douane uiteindelijk niet toch een hogere, in dit geval waarde, kan toepassen. Zelfs daar echter ziet de douanekamer van het Hof ook geen heil in. De douanekamer oordeelt namelijk dat volgens haar mening de omstandigheid dat de transactiewaarden lager zijn dan bepaalde gemiddelde prijzen.
En ook alle andere informatie die is aangevoerd, geen begin van bewijs is dat de aangegeven transactiewaarden onjuist zijn. En dat betekent dus dat de inspecteur moet bewijzen dat die prijzen onjuist zijn, dat ze dat niet doet. En nu er ook geen inzicht is in wat voor soort producten het zijn, de kwaliteit, dergelijke informatie, dat de inspecteur de bewijslast nog steeds heeft, dat hij daar niet aan voldoet en dat dus uiteindelijk de waarde wordt gehanteerd zoals die ook is aangevoerd op de aangifte. Dames en heren, we zijn een 50 minuutjes onderweg, dat is eigenlijk ook wel zo ongeveer de bedoeling, dus dat valt dan helemaal prima mee. Ik vraag me even af of er vragen zijn, zo niet, dan stoppen we er hiermee. Even kijken, er is wel één vraag. In ieder geval, wat zijn de gevolgen van de materialen onder twee goederencodes indelen? Er is dan niet één indeling, maar twee. Hoe kun je dit in de praktijk doorvoeren? Ik denk dat het dan wordt bedoeld dat voor één materiaal twee goederencodes mogelijk zijn. En dat er dan op dat moment dus gekozen moet worden welke van die twee goederencodes juist zijn. En dan zou ik toch zeggen, pas indelingsregel 3 in beginsel toe, waarbij indelingsregel 3 A, B, C moet worden toegepast. En zoals bij de multifunctionele apparaten wel bleek, is er dan als laatste bijna arbitraire mogelijkheid om de laatste plaatsen te gebruiken. Als dit nog niet een antwoord is op de vraag, laten we dan even na het webinar overleggen of even e-mailen. Als er voor de rest geen vragen zijn, dan wil ik in ieder geval iedereen hartelijk bedanken. 17 maart 2016, dan hebben we weer een nieuw webinar. U kunt zich daar graag voor inschrijven. En als u zegt, hoor, ik wil er meer weten, we hebben op 9 februari 2016 een expertsessie over douanevervoer en douaneschuld. Staat er niet bij, maar het is wel zo. 8 maart 2016, dan gaan wij nog een UCC komt eraan, sessie houden van een hele dag, waarin we u meenemen in alle wijzigingen van het UCC. En tenslotte starten wij 20 januari 2016 met de expert douanezakenopleiding. Ik dank u heel vriendelijk. Ik zal nog 10 minuten het kanaal open laten staan, zoals ze dat zo mooi noemen. Dan kunnen vragen zo nodig nog gesteld worden. En dan, tot de volgende keer. Dank u vriendelijk.